Gisteren is in de stadsvilla op Sonsbeek het Arnhemse Monopoly-spel gepresenteerd. En Arnhem Actueel nam er een kijkje. Ik spreek met Gerard Mulder, bedenker en initiatiefnemer van het Arnhem Monopoly-spel. Vanavond is de presentatie. Hoe voelt u zich nu? Ja, nee, ja, ik voel me super. Als je kijkt hoe enthousiast iedereen reageert, ja, dat is gewoon gaaf. Daar heb je het uiteindelijk voor gedaan. Ja, absoluut. Grote opkomst, grote afname. Ja, nee, ja, sowieso een grote opkomst, een leuke opkomst. Op een, ja, ik zeg maar zo een uniek spel op een unieke locatie, Park Sonsbeek natuurlijk. Ja, en een grote oplage, 2.500 stuks. Er zijn er al vele van verkocht. Er zijn er nog ongeveer 500 op dit moment beschikbaar. Dus al 2.000 verkocht. Ja, klopt. Ja, er zijn er inmiddels al 2000 verkocht, waarvan een gedeelte aan bedrijven die hier vanavond ook aanwezig zijn, die ook het spel mede mogelijk hebben gemaakt. En een gedeelte aan consumenten. En ja, aanstaande zaterdag komen de merendeel van die consumenten, er zullen er ongeveer 1000 zijn, die komen hier naartoe naar de Witte Villa om hun spel op te halen. En ik denk dat in Arnhem dit weekend veel Monopoly gespeeld gaat worden. En daarna is het spel ook ergens anders te krijgen. Ja, dat klopt. We hebben nu de mensen die hem nu besteld hebben, die hem zaterdag opkomen halen, die hebben hem besteld via onze website monopoly.arnhem.nl. En hij zal ook bij de mediamarkt in de schappen liggen. Ja. Maar nu wordt het eigen succes ook een probleem, want binnenkort is die uitverkocht. Worden er dan nieuwe geproduceerd? Ja, we hebben nooit gezegd dat dit de enige druk is. Aan het begin dan zeg je tegen de fabriek, geef je een bepaald aantal. Dan moet je een gok wagen. We hebben er toen 2500 laten produceren toen er, zeg maar, de teller op 1000 stond. Dus dat was al een behoorlijke gok. Maar als wij zien dat er meer vraag is dan aanbod, ja, dan zullen we wel kijken van moet er een herdruk komen. U was vanavond hier bij de presentatie van het Arnhems Monopoly-spel. Zat er ook nog een persoonlijk tintje aan? Ja, zeker. Want ik heb er goede en slechte jeugdherinneringen aan. Ik was 8 jaar, speelde het. Er was nog geen PlayStation, geen iPad. Echt het Monopoly-spel, 8 uur lang op tafel. En ja, 2 dingen. Ik wou altijd Ketelstraat, Velperpoort en Steenstraat hebben. Dat was niet zo duur en kon je heerlijk uitrusten eer je de bocht omging naar alle dure steden. En het tweede was, ik legde altijd een reservepotje aan onder tafel, maar in de vuur van het spel vergat ik dat. En dan verloor ik weer en dan was ik in tranen en bij het opruimen kwam mijn potje weer tevoorschijn. Ik vind dat Arnhemse Monopoly-spel echt een geweldig spel. Arnhem kan iets bindends gebruiken. Dus ik hoop dat dit spel de stad meer gaat binden. Van het Montessori Lyceum, het zwembad Klarenbeek tot de uitvaartvereniging. Alles zit in het spel. Van het wieg tot het graf. Ik hoop dat er heel veel edities van komen. Echt top.